Collega's. Collega's, mag ik u vragen plaats te nemen? Ja. Dank u wel. Goedemiddag. De vergadering is geopend. Ik heb, zoals dat altijd gebeurt, enkele verontschuldigingen weten te delen voor ambtsverplichtigen Johan Danen, Jan Ofkens. Familieverplichtigen Peter van Rompuy, gezondheidsredenen Jamila Idrisi en Freya Saes, zwangerschapsverlof aan Moerenhout. Collega's, dames en heren, het Vlaams parlement komt eden van rechtswegen bij elkaar. Krachtens artikel 10, paragraaf 1, eerste lid van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen. Dat geeft bij de eer de zitting 2014-2015 voor geopend te verklaren. Ik heb een paar mededelingen te doen. Bij koninklijk besluit van 16 september 2014 heeft de koning het ontslag van de heer John Crombé als staatssecretaris aanvaard met ingang van 22 september 2014. Mijn Oostends accent is er nog niet doorgebroken. Meneer Crombé, het Vlaams parlement eet u hartelijk welkom. Daardoor komt een einde aan de tijdelijke vervanging door de heer Steven van den Berg. In de politieke fracties zijn er automatisch een paar wijzigingen. Ik heb bij brief van 22 september, dus vandaag, heeft de heer Bart van Maalderen van de SPA-fractie en John Crombé mij medegedeeld dat John Crombé deel uitmaakt van de SPA-fractie. Waarvan akte. Bij dezelfde brief van 22 september, jongstleden, deelden dezelfde collega's mij mee dat John Crombé fractievoorzitter was van de SPA. Bij gelukwensen. We hebben een paar geloofsbrieven van opvolgers te onderzoeken en u akkoord hierover te vragen. Het vijfde aanvullend verslag over de administratieve onderzoeken naar de geloofsbrieven werd, ik vermoed het, mevrouw de griffier, op de banken rondgedeeld. Vraagt iemand daarover het woord? Niemand. Dan mag ik aannemen dat het Vlaams parlement het eenparig eens is met de conclusies van dat onderzoek. Als de conclusies aangenomen zijn, stel ik u voor volgende kandidaat opvolgers te willen aanvaarden en aan te duiden of te bevestigen. Voor de kieskring Brussel van de Open VLD Frank Bogovic. Nogmaals voor de Open VLD Reinoud van Hullebus. Voor de kieskring Limburg voor de SPA mevrouw Funda Oroe. Voor de kieskring Oost-Vlaanderen voor Groen mevrouw Rita Stroobans. En voor de kieskring West-Vlaanderen voor de CD&V de heer Alexander De Vos. Geen bezwaar, zo zal geschieden. Collega's, we gaan nu over tot de verkiezing van het bureau van ons parlement. Ik herinner u, voor zo nodig, hoe het scheidend bureau was samengesteld. Uitredend voorzitter Jan Peumans. Uitredend eerste ondervoorzitter Jos de Meijer. Tweede ondervoorzitter Wilfried van Dalen. Derde ondervoorzitter Bart Somers. Vierde ondervoorzitter Renaat Landuit, secretarissen mevrouw Nadia Sminate, mevrouw Kathleen Helsen en de heer Chris van Dijk. Dat is het uitredenbureau. Ik vermoed dat iemand het woord vraagt om een voordracht te doen voor het komend bureau. Meneer Van Dijk. Dank u wel, meneer de voorzitter, voor het nieuwe bureau. Zou ik graag volgende mensen voorstellen. Als voorzitter is dat Jan Peumans. Als eerste ondervoorzitter Peter van Rompuy.
die trouwens voorbije nacht vader is geworden, als... Als tweede ondervoorzitter Wilfried van Dalen, derde ondervoorzitter Bart Somers, vierde ondervoorzitter Caroline Genet, secretaris is Nadia Sminati, Chris van Dijk en Sonja Klaas. Collega's, dat is een collectieve voorstelling met de consensus, vermoed ik, van eenieder. Ik zie geen bezwaren of bemerkingen ter zake. Mogen dus dit voltallig bureau als het geldig bureau gezien het aantal functies overeenstemmen met het aantal openverklaarde plaatsen als verkozen beschouwen? Ja. Dan vraag ik aan de nieuwe voorzitter, die goed bekend is als uitredend voorzitter, naar hier te willen komen. En ik verzoek ik twee secretarissen, mevrouw Sminati en meneer Klaas, mevrouw Klaas, ons te komen vervoeren. Meneer de voorzitter, met genoeg. Goed, dank u wel, dames en heren, beste collega's, meneer de minister-president, de geachte ministers. Oh, ik ben zeer goed omringd, moet ik zeggen. Twee van de drie Limburgers. Ja, ik kan het niet laten. Ik heet u op mijn beurt van harte welkom en ik wil collega Herman de Croo danken voor de wijze waarop hij deze vergadering geopend heeft. Ik hoop uiteraard dat u allemaal, maar dat ligt al heel lang achter u, dingen veronderstel ik een ontspannende en verkwikkende vakantie achter de rug hebt. En u klaar bent voor een ongetwijfeld boeiend werkjaar. Ik wil ook een bijzonder meneer Combé terug welkom heten. Hè. U bent hier een tijdje weg geweest en u weet toch eigenlijk altijd nog waar het beste is. Dat is het Vlaams parlement natuurlijk, dat is duidelijk. Maar in ieder geval van harte welkom. Mede namens de andere leden dank ik de Vlaamse volksvertegenwoordigers voor het vertrouwen dat u in het bureau van het Vlaams parlement in uw voorzitter stelt. En ik wil hier nog eens benadrukken dat ik de voorzitter ben en zal zijn van alle 123 Vlaamse volksvertegenwoordigers, zonder een onderscheid te maken tussen de meerderheid en de oppositie. Behalve de aanstelling van het bureau hoort u in deze openingszitting straks de septemberverklaring van de Vlaamse regering. De minister-president zal daarin de algemene maatschappelijke situatie bespreken, de beleidsvoornemens van de Vlaamse ministers bekendmaken en de krachtlijnen van de begroting 2015 aangeven. Deze middag mochten we hier in het halfrond genieten van het erg gesmaakt concert om het seizoen 2014-2015 van Opera Vlaanderen voor te stellen. En ik heb de wandelgang gehoord dat het applaus, wat zeer langdurig is, dat het ook toegewenst wordt aan deze Vlaamse regering, minister-president. Dat seizoen loopt onder het thema macht en onmacht en sta me toe dat ik bij dit gegeven even stilsta, omdat dit ook ons politici aanbelangt. Meer zelfs omdat dit in de eerste plaats ons politici aanbelangt. Macht kan men definiëren als het vermogen om iets te doen of te bewerkstelligen. Macht is het uitoefenen van gezag, verkregen uit het mandaat of de functie die men bekleedt. Macht is tenslotte ook het uitoefenen van invloed, de kracht van verandering, gebaseerd op overtuigingskracht en charisma, zoals het geval is bij de tot verbeelding sprekende personage van Don Giovanni uit de gelijknamige opera der opera's van Mozart. Onmacht kan men dan ook eenvoudig duiden als het ontbreken van macht, als onvermogen. Men wil iets bereiken of verwezenlijken, maar men slaagt er niet in. Deze onmacht tot verandering komt treffend tot uiting in de monumentale volksopera Kapocina van Mussorgsky, waaruit we een aangrijpende koorzang hebben gehoord. In deze opera komen de machtsbeluste behoudsgezinden tegenover de hervormingsgezinden te staan. Moet je zin nog eens herhalen? In onze westerse democratische traditie gaan we vanuit dat de machtsuitoefening stoelt op verkiezingsresultaten, gebeurt op een wettelijke basis en verloopt in goed overleg met degenen over wie het gezag wordt uitgeoefend. We moeten evenwel vaststellen dat dit ook in de moderne wereld niet de algemene norm is. Meer zelfs, de meerderheid van de wereldbevolking leeft in onze 21ste eeuw nog altijd onder een politiek stelsel waarbij de parlementaire instellingen elke werkelijke macht ontberen,
onder het stelsel van één, al dan niet, militaire dictatuur of zelfs onder regelrechte terreurregimes. Wie de krant openslaat, het journaal op televisie bekijkt of de elektronische media volgt, kan er niet omheen. Op zeer veel plaatsen ter wereld wordt de legitimiteit van de heersende klasse in vraag gesteld. Voornamelijk omdat de geloofwaardigheid van de machthebbers ernstig is aangetast, veelal door machtsmisbruik in al zijn facetten, of het nu gaat om machtshonger, nepotisme, vriendjespolitiek, corruptie, intriges, bedrog, repressie of het uitschakelen van elke oppositie. Vaak is de houding van de machthebbers die zich daaraan schuldig maken ingegeven door een fundamenteel onvermogen en onmacht om op een democratische manier tot een maatschappelijke verbetering te komen. De confrontatie tussen de machthebbers en hun critici, die deze situatie niet langer pikken, leidt tot dramatische toestanden en een ontwrichte samenleving, zoals ons niet alleen geschetst werd in La Juive van Fromental Halevi, maar zoals we die ook vandaag nog meemaken in Oekraïne, Syrië of Irak. In Le Nozze di Figaro, waarvan we de overture gehoord hebben, schildert Wolfgang Amadeus Mozart de chaotische toestanden die heersten in een turbulente wereld aan de vooravond van de Franse Revolutie. Mozart voerde een wereld vol onrust op, vol in beweging en in de ban van het onbestemde. Het oude vertrouwde is niet meer. De toekomst is onzeker. Het is niet meer duidelijk wie de macht in handen heeft of wie de volgende beslissende stappen zal zetten. Alles trilt en tolt, niet in het minste gevoelens van de protagonisten die overhoop liggen met hun eigen angst en verlangens, maar ook maatschappelijk het noorden kwijt zijn. Collega's, af en toe bekruipt mij het gevoel dat we tijdens onze parlementaire werkzaamheden eveneens het noorden kwijtraken. Maar alle gekken op het stokje, in Vlaanderen gebeurt de machtsuitoefening een stuk beschaafder. Toch wil ik even kort reflecteren over macht en onmacht in het Vlaams parlement. Op het eerste gezicht lijkt de macht van ons parlement groot. Het Vlaams parlement benoemt de regering, stemt de decreten, keurt de begroting goed en controleert de regering. In de praktijk evenwel zijn er een aantal elementen die de macht van de parlementsleden nuanceren, ja, zelfs inperken. Laat ik een aantal dingen bij naam noemen. De regeringspartijen sluiten een regeerakkoord waarin de afspraken vastgelegd worden voor de komende regeerperiode. Dit kan leiden tot afspraak is afspraak, of voor de Latinisten onder u het bekende adagium pacta sunt servanda. Meneer Peters, kijk even naar u. U citeerde dat regelmatig, pacta sunt servanda. Waardoor voor parlementsleden die tot de meerderheidspartijen behoren, de discussie en mogelijke wijzigingen in beleid beperkt worden of zelfs niet aan de orde zijn. De regeringspartijen steunen vaak de voorstellen van de regering, omdat ze nu eenmaal een regeringspartij zijn, en zeker als het gaat om een minister uit de eigen geledingen. De partijdiscipline maakt dat het parlementslid met het beleid instemt, omdat de prijs van niet instemmen voor hem te hoog is. Los van deze politieke beperking van het parlementaire werk is er ook het feit dat we ons wijden aan wetgevend werk dat bijna letterlijk alle terreinen van de samenleving bestrijkt. De problemen die we in de maatschappij tegenkomen en de oplossingen die eraan tegemoetkomen zijn vaak ingewikkeld en erg complex. De minister heeft dankzij haar of zijn kabinet en het ambtenarenapparaat een flinke informatieve voorsprong. Het takenpakket van de parlementslid en zijn medewerker is daardoor erg groot en het parlementslid kan moeilijk alle finesses van de problematiek en wetgeving kennen, zeker als het gaat over materies waarmee hij niet zo vertrouwd is. Het beoordelen hiervan is dus niet altijd goed mogelijk. Dat geldt zeker voor de kleine fracties. Ik kijk niet naar één fractie, dus moet dat niet... We voegen daarbij dat de invloed van de politicus in het algemeen talende is. Vroeger kon meneer de burgemeester alles, de militaire dienstplicht draaglijker maken, een verkeersboete laten verdwijnen, een bouwovertreding regulariseren. Dat zijn wel meneer Somers en burgemeester van heel lang geleden, hè? Begrijp me niet verkeerd. Dienstbetoon was puur cliëntelisme. De burger dacht dat alle dagen 6 december was. Dat kan nu niet meer. Dat is trouwens geen exclusief gegeven voor de politiek. Ook andere geledingen van de maatschappij boeten macht in. Ik geef slechts één voorbeeld. De macht van de kerk in Vlaanderen is vandaag niet meer wat ze 50 jaar geleden was. Moet het parlement er zich bij neerleggen dat er macht getaand is? Net als in de overture van de opera Il Vespri Siciliani van Verdi zeg ik nee. We moeten ons niet bij de situatie neerleggen. Tijdens de voorbije legislatuur heb ik een aantal maatregelen genomen om onze rol te versterken. Ik som er enkele op. Ik ben gestart met een periodiek overleg met de minister-president. Op de agenda van dit overleg staat onder meer afspraak over het tijdig indienen van de jaarlijkse begroting, afspraken over de indiening van ontwerpen van decreet, afspraken over de rapportages die ministers op regelmatige basis moeten geven over de voortgang van grote belangrijke dossiers.
De toezeggingen of beloftes die ministers doen in commissies of in plenaire vergadering, waarvan wordt nagegaan of ze ook worden uitgevoerd. Ik weet dat minister-president Bourgeois de traditie van de vroegere minister-president Chris Peeters zal verder zetten. We hebben trouwens binnenkort een eerst formeel overleg gepland. Voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers heb ik de toegang geopend tot de databanken van beslissingen van de regering en ik nodig alle parlementsleden uit daarvan gebruik te maken. Idem voor de procedure die is ingevoerd waarbij parlementsleden vertrouwelijke dossiers kunnen inkijken. En met het Rekenhof is een protocol afgesloten met onder meer afspraken over onderzoeken op parlementair verzoek. En het is aan u, en uiteraard om de dossiers in te kijken, en het is aan u, beste parlementsleden, om de mogelijkheden die u aangereikt zijn te benutten. De aangekondigde hernieuwing van de website van het Vlaams Parlement zal afgerond worden. De nieuwe website wil toegankelijk zijn. Dit betekent begrijpelijk en vooral gebruiksvriendelijk voor iedereen die op zoek is naar informatie over het reilen en zeilen van het Vlaams Parlement. Al deze punten stonden in mijn beleidsplan plenum 2009-2014. Ook de komende legislatuur wil ik een aantal zaken realiseren om het aanzien en de invloed van het Vlaams Parlement te verstevigen in het belang van alle Vlamingen. En ik wil daarbij niet over één nacht ijs gaan. Ik neem me daarom voor de 6 fracties die in dit parlement vertegenwoordigd zijn de eerstkomende weken uit te nodigen voor een gesprek. De bedoeling van dit gesprek is te luisteren naar de bezorgdheden en wensen van de fracties. Ik heb ook aan onze administratie via de secretaris-generaal gevraagd dat onze mensen die ons dagelijks ondersteunen bij onze parlementaire werking een insteek leveren voor een actualisering van het beleidsplan. Nadien wil ik, rekening houden met de suggesties en voorstellen van de fracties, onderzoeken op welke punten we het beleidsplan kunnen aanpassen en actualiseren, zodat het parlement sterker uit de verf komt en meer macht kan verwerven. Beste collega's, gelet op al het werk dat ons te wachten ligt, ga ik ervan uit dat u, Vlaamse volksvertegenwoordigers, ook dit komende zittingsjaar levendig en gedreven zult functioneren. Daarbij is zowel voor de leden van de meerderheid als voor de leden van de oppositie een belangrijke rol weggelegd. We mogen ons erop verheugen dat we daarbij op de dagelijkse inzet van de secretaris-generaal en de medewerkers van het Algemeen Secretariaat kunnen bouwen om ons professioneel te ondersteunen. Dames en heren ministers, meneer de minister-president, collega's, ik reken op uw constructieve bijdrage om deze legislatuur degelijk werk te verrichten in een sterk Vlaams parlement ten voordele van de Vlaamse burger voor een nog krachtdadiger Vlaanderen. Ik dank u voor uw aandacht en verleen u graag het woord aan de minister-president Geert Bourgeois. Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's. Tot mijn grote spijt, voorzitter, heb ik het opera-optreden in dit halfrond niet kunnen bijwonen. U weet dat minister-president meestal vlak voor de septemberverklaring bezig is met de laatste redactie van de tekst die hij zal brengen. Maar ik wil het parlement feliciteren met dit initiatief. Het zou de regering wellicht beter uitkomen om dit te doen na de septemberverklaring, maar ik begrijp dat dit voor het parlement het meest uitgelezen moment was. Ik heb wel van het thuisrond vernomen dat het applaus meer dan verdiend was. Onder andere was men bijzonder geraakt door het koor dat Kovanchina van Muskorski gebracht heeft op een schitterende manier. Het thema was macht en onmacht, voorzitter, collega's. Er zijn veel machten, diverse machten in dit land. En dit brengt er mij toe bij het begin van deze toespraak nog eventjes speciaal het woord te richten tot mijn voorganger Chris Peeters, die ik bij deze bijzonder begroet. Wij associëren u al met andere machten natuurlijk en het is een aangename verrassing u hier vandaag wellicht voor een van de laatste keren te zien. Een bijzonder warme groet. Wij gaan proberen het werk, zeker ook de relatie die u ontwikkeld had met het Vlaams Parlement, verder te zetten. Voorzitter, ik heb begrepen dat ik nu ook nog eventjes geacht word een en ander tot u te zeggen na uw mooie toespraak. En zoals het reglement het wil, collega's, en zoals afgesproken, leg ik hier vandaag namens de Vlaamse regering een verklaring af over de algemeen maatschappelijke situatie en ook over de krachtlijnen van de begroting. En deze goede traditie is er niet alleen om democratisch rekenschap af te leggen aan de natie. Ze vraagt expliciet om dieper in te gaan op de context waarin ons kleine Vlaanderen kompas moet houden om vooruit te gaan
zoals ons regeerakkoord ook ambieert. Terwijl Vlaanderen vanaf het begin van de jaren 70 stelselmatig meer autonomie verwierf, veranderde, collega's, de wereld met een ongeziene snelheid. Van een postkoloniale twee grootmachten dominantie zijn we in flitssnelheid in een multipolaire wereld terechtgekomen. Volgens de meest recente prognoses zal China de Verenigde Staten in 2024 ingehaald hebben als grootste economie. En op zijn beurt zal India China kunnen voorbijsteken in 2050. Deze nieuwe grootmachten doen niet alleen de geopolitieke verhoudingen verschuiven, ze nemen volop westerse bedrijven over en zijn geduchte handelsconcurrenten geworden. Maar de wereld is helaas niet conflictvrij geworden, collega's. In de onmiddellijke omgeving van Europa worden bloedige conflicten uitgevochten. Andere conflicten situeren zich binnen Europa zelf. En deze gebeurtenissen hebben eerst en vooral uiteraard zware humanitaire gevolgen, maar ook de economische gevolgen laten zich voelen. Vlaanderen dankt, collega's, voor een groot deel zijn welvaart en stabiliteit aan de Europese Unie. Europa groeide uit tot een Unie van 28 lidstaten en is op India na de grootste democratie ter wereld. Ze creëerde een groeiende vrijhandelszone die nog een sluitstuk behoeft, de bankenunie. De EU is de enige actor, collega's, die voor ons met gewicht kan spreken in de Wereldhandelsorganisatie en ook wereldwijd een factor van vrede en stabiliteit kan zijn. Maar bijna 60 jaar na het verdrag van Rome worstelt de EU met zichzelf. Veel Europeanen keren zich in hun scepticisme van de Unie af. Anderen twijfelen aan de relevantie ervan of vragen minstens een duidelijk antwoord over haar missie, haar bevoegdheden. Het is tijd dat de Unie het vertrouwen van de burger in het Europees project herstelt. Ze zal het besluitvormingsproces democratischer en transparanter moeten maken en keuzes moeten maken over kerntaken en prioriteiten. Europa is veel te groot en te verscheiden om zomaar over alles te gaan. Ook de Europese regeldrift moet ingeperkt worden. De subsidiariteit is voor Vlaanderen een basisprincipe. Door de verklaring nummer 51 bij het verdrag van Lissabon is het Vlaams parlement één van de Belgische parlementen die bevoegd zijn voor de subsidiariteitstoets. Ik roep het parlement op om de mogelijkheden die dit instrument biedt nog verder te verkennen. De verantwoordelijke ministers zijn beschikbaar, voorzitter, om voor dit parlement toelichting te geven over de Vlaamse standpunten op Europese ministerraden. Deze regering zal ook de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten. Dit is noodzakelijk, willen we als Vlaamse overheid mee vormgeven aan een gedragen Europese Unie. Collega's, terwijl de economie van China groeit met meer dan 7%, terwijl de economie van India groeit met meer dan 5%, en terwijl de economie van de Verenigde Staten groeit met meer dan 2%, bedraagt de groei van de eurozone in 2014 nog maar een schamele 1,1%. En ook voor 2015 is de verwachting aangepast van 1,8 naar 1,5%. Velen menen, velen vrezen, dat hun kinderen het minder goed zullen hebben. Maar nu onze samenleving, collega's, is er anno 2014 duidelijk beter aan toe dan in 1914, dan in 1934, dan in 1954, in 1974 en nog altijd beter dan in 1994. Onze samenleving is er beter aan toe dan in 1914. In 1914 stond Europa aan het begin van een vernietigende vierjarige oorlog. De levensverwachting bedroeg amper 42 jaar en mensen waren veel armer. Het inkomen per persoon in België bedroeg in 1914
slechts $3,696 per inwoner, uiteraard rekening houdend met de koopkrachtpariteit. Onze samenleving is er beter aan toe dan in 1934. In 1934 was Europa in de greep van de Grote Depressie. Er waren miljoenen werklozen met nauwelijks een sociaal vangnet. Democratieën waren zeldzaam en stonden sterk onder druk. Het inkomen per persoon in België bedroeg in 1934 $6,063 per inwoner. Onze samenleving is er beter dan toe dan in 1954. In 1954 herstelden we van de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. We zetten stilaan de eerste stappen naar de welvaartsstaat. Er ontstond sterke economische groei door de vrijhandel en door Amerikaanse hulp. Het inkomen per capita in België bedroeg in 1954 $8,950 per inwoner, te vergelijken met het niveau van het huidige China. Onze samenleving is er beter aan toe dan in 1974. In 1974 leefden we nog steeds in de Koude Oorlog. De werkloosheid steeg van amper 2,3% van de beroepsbevolking naar 11% in 1982. De oliecrisis leidde tot stagflatie. Een combinatie van stagnatie en een torenhoge inflatie van 15,68%. Het inkomen per inwoner klom tot $18,325 per capita. Onze samenleving is er beter aan toe dan in 1994. In 1994 was de Berlijnse muur gevallen. De Koude Oorlog was voorbij. Laat ons hopen dat het conflict in Oekraïne niet escaleert. Communistische dictaturen werden vervangen door democratieën. Gemiddeld is de westerse levensstandaard de voorbije 20 jaar sinds 1994 nog gestegen. Het inkomen per capita nam tussen 1994 en 2014 met 25% toe. Het beschikbaar inkomen per huishouden in ons land bleef eveneens groeien. En ook de technologische vooruitgang kent geen einde. Computers, laptops, smartphones, tablets. We kennen een enorme informatierevolutie. Collega's, de volledige voorbije eeuw bleef de welvaart dus stijgen, bleef onze welvaart stijgen. De uitdaging voor ons bestaat er nu in om, zoals de vorige generaties, onze welvaart verder duurzaam te doen groeien en te leiden tot sociale cohesie. De uitdaging bestaat erin om ervoor te zorgen dat onze kinderen het beter zullen hebben dan wij zelf en in te zetten op het versterken van jongeren, van gezinnen, van werkzoekenden, van zorgbehoevenden en ervoor te zorgen dat onze welvaart leidt tot meer welzijn, tot meer welbevinden in onze samenleving. Ervoor te zorgen dat iedereen aan die samenleving kan participeren. Collega's, uw Vlaamse regering gaat voor een door iedereen gedeelde samenleving. Door autochtonen, door nieuwe Vlamingen. We verlenen daarbij aan iedereen, zonder onderscheid, gelijke rechten, maar verwachten ook dat iedereen de vele kansen die de Vlaamse samenleving aanbiedt, aangrijpt. Meer dan ooit moeten we waken over onze fundamentele rechten en vrijheden. Zeker in het licht van de actuele bedreigingen van radicalisering en fundamentalisme. Collega's, in de Vlaamse samenleving is er geen plaats voor discriminatie, geen plaats voor racisme, geen plaats voor homofobie, geen plaats voor antisemitisme. De Vlaamse regering kan niet aanvaarden dat internationale conflicten tussen hier samenlevende mensen in onze straten worden uitgevochten. Collega's, onze regering laat zich meevoeren door optimistische stromingen. Vlaanderen is een prachtige deelstaat die alles in zich heeft om tot de top van Europa te behoren. De recente conjunctuurinschattingen zijn ook voorzichtig optimistisch, ook al blijft de groei onder de verwachtingen. De SERV ontwaart een positief signaal in de bedrijfsdemografie. In het eerste kwartaal van 2014 zijn duidelijk meer bedrijven opgericht dan stopgezet. En dat voor het eerst sinds de wereldwijde
crisis van 2008. De prille opleving van de Vlaamse economie blijkt ook uit de eerste tewerkstellingsvooruitzichten voor het vierde kwartaal, de beste sinds het derde kwartaal van 2011. Uit de driemaandelijkse rondvraag van uitzendgroep Manpower blijkt dat 5% van de Vlaamse werkgevers extra wil aanwerven tegenover slechts 1% dat wil ontslaan. En die trend is niet echt een verrassing. De VDAB signaleerde eind juli al een toename van het aantal vacatures met 23,5% in vergelijking met een jaar eerder. Export blijft, collega's, de motor van onze economie en bepaalt in grote mate de welvaart van Vlaanderen, nu en in de toekomst. Vlaanderen exporteert per hoofd van de bevolking 3 keer zoveel als exportreus Duitsland. Vlaanderen is extreem verweven met de wereldeconomie. Onze band met het buitenland is onze economische levenslijn. Vorig jaar voerde Vlaanderen voor bijna 294 miljard euro uit naar het buitenland en tekent daarmee voor wel liefst 83% van het Belgische exporttotaal. Met dat recordbedrag verlegden we opnieuw onze grenzen. Ook onze productiviteit behoort tot de wereldtop. Het World Economic Forum looft ons voortreffelijk onderwijs- en opleidingssysteem, de hoog ontwikkelde en innovatieve ondernemingen en de hoge mate van technologische ontwikkelingen en digitalisering. Onze eigen Vlaamse topproducten en onze eigen uitstekende diensten zetten Vlaanderen op de wereldkaart. Met deze troeven en dankzij de werkkracht en de arbeidsethiek van de werkende Vlamingen kunnen we de bikkelharde concurrentie in een geglobaliseerde economie aangaan. Vlaanderen is het meest bekabelde land ter wereld en ons digitale netwerk wordt nog sneller, wordt nog breder. De opwaardering van ons digitale netwerk is een belangrijke investering in de toekomst. Digitalisering schept banen. 10% meer digitalisering in Vlaanderen zou 25 jobs kunnen opleveren. Bovendien kan digitalisering ook voor verder efficiëntiewinsten zorgen, zowel voor ons, voor de overheid, als voor private ondernemers. Collega's, we willen allemaal een welvarend Vlaanderen waar het goed is om te leven, te wonen, te werken, te ondernemen. In het licht van al deze evoluties hebben wij een duidelijk engagement. Deze Vlaamse regering wil alle zeilen bijzetten om koers te houden. De voorbije weken heeft deze Vlaamse regering een begroting opgemaakt in uiterst moeilijke omstandigheden. Tegenvallende economische groeicijfers, onvoorziene budgettaire impact als gevolg van gewijzigde en op zich betwistbare Europese aanrekeningsregels en besparingen opgelegd aan alle entiteiten in het kader van de zesde staatshervorming zorgden voor een moeilijke opgave. Maar Vlaanderen is het zichzelf verschuldigd om een dubbele ambitie waar te maken en een begroting in evenwicht en te investeren waar het nodig is. Dames en heren, in de begrotingsopmaak van 2015 leveren we een totale inspanning van 1,160 miljard euro. Zoals u weet, moeten we deze inspanning doen omwille van verschillende redenen. Allereerst is er de saneringsbijdrage van de zesde staatshervorming. In 2015 betekent dit een bedrag van 755 miljoen euro. Onlangs zijn ook de groeiverwachtingen voor 2015 bijgesteld naar 1,5%. Dit vergt een extra inspanning van 226 miljoen euro in 2015 door een terugval in de inkomsten. En tenslotte is er de gewijzigde houding van Eurostat ten opzichte van een aantal alternatief gefinancierde initiatieven zoals Scholen van Morgen, VIPA, VMSW en Tunnel Liefkeshoek. Samengeteld leidt dit tot een netto effectconsolidatie van 446 miljoen euro. Het bedrag van de lening, collega's, voor een duurzame investering in 1 jaar in je boekhouding moeten inschrijven, werkt contraproductief en leidt tot puur boekhoudkundige tekorten, terwijl je kas in evenwicht is of, zoals het geval in Vlaanderen, zelfs een overschot vertoont. Door afschrijvingen niet toe te laten, bemoeilijk je publieke investeringen, terwijl de noden daaraan juist heel groot zijn
en de economie ze eveneens nodig heeft. Voor de goede orde, collega's, zonder tegenslagen vangen we de consolidatie van 446 miljoen euro op in 2015. Maar wij willen het gesprek hierover met de EU zo snel mogelijk opstarten. Eveneens voor de goede orde, Vlaanderen zal er niet voor pleiten om kastekorten te mogen boeken. Integendeel, wij zijn voorstanders van budgettaire orthodoxie. Je moet aantonen kapitaal en rente uit hoofden van leningen voor duurzame investeringen met hun budget in evenwicht te kunnen afbetalen. Collega's, we doen meer. We doen meer dan te besparen om de hoge vermelde tekorten weg te werken. We maken ook in 2015 al ruimte voor nieuw beleid. 98 miljoen euro, waarvan prioritair 65 miljoen voor welzijn. 20 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling, onze twee topprioriteiten. Voor scholenbouw worden de klassieke investeringskredieten al in een eerste stap recurrent verhoogd met 50 miljoen euro. Vanaf 1 januari 2015 passen we het verdeelrecht aan, zodat koppels die uit elkaar gaan slechts 1% betalen. Collega's, dames en heren, zoals afgesproken verneemt u vandaag op hoofdlijnen hoe we de inspanningen gaan verdelen. Allereerst leveren we een generieke inspanning met ons eigen overheidsapparaat. Vanaf volgend jaar loopt er bijkomend een personeelsreductietraject dat tegen eind 2019 moet leiden tot een bijkomende daling met 1950 personeelsleden en een daarmee samenhangende recurrente besparing op loonkrediet tegen 19 van 101,5 miljoen euro. In 2015 gaat het om een grote opstap van 29,3 miljoen euro. Daarnaast besparen we ook op apparaatskredieten in brede zin 56,6 miljoen euro in 2015. We stippelen eigen trajecten uit voor de VRT, voor de lijn, voor kind en gezin, samen goed voor 48,5 miljoen euro in 2015. Maar deze instellingen krijgen de autonomie mede in overleg waar het behoort om zelf de besparingen in te vullen. Zoals in het regeerakkoord aangekondigd, moet dit specifiek bij de lijn leiden tot een verhoging van de kostendekkingsgraad. We passen onze prijzen aan naar buitenlands, maar ook naar Waals, naar Brussels voorbeeld, en we maken een einde aan de gratispolitiek. We vragen ook vergelijkbare generieke inspanningen van alle met overheidsmiddelen gefinancierde initiatieven of tegemoetkomingen. Over alle beleidsdomeinen gespreid levert dit een effect op van ongeveer 190 miljoen euro in 2015. Belangrijk hierbij is te vermelden, collega's, dat loonsubsidies expliciet ontzien worden. En het gemeente- en stedenfonds blijft jaarlijks groeien met 3,5%. Een belangrijk signaal aan de lokale besturen in budgettair moeilijke tijden. De afschaffing van het provinciefonds levert een besparing op van 37,4 miljoen euro recurrent vanaf 2015. Collega's, over de besparingen in het onderwijs is al heel wat gezegd. Wezenlijk is dat we tegelijk de regeldrift en de ermee gepaardgaande kosten terugdringen. Ondanks de noodzakelijke besparingen trekken we nog altijd meer middelen uit voor onderwijs in 2015 dan in 2014. Het basisonderwijs wordt bewust zo maximaal mogelijk ontzien. De middelen van het hoger onderwijs zullen inderdaad minder snel stijgen dan gepland door het tijdelijk niet honoreren van de groei en een besparing op de werkingsenveloppen. We onderhandelen met de vakorganisaties over een maatregel ten bedrage van 20 miljoen euro met betrekking tot de omkadering in het secundair onderwijs vanaf 1 september 2015. Ook in de andere sectoren, met name het volwassenenonderwijs, deeltijdskunstenonderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding, worden inspanningen gevraagd. Om de kernprocessen van onderwijs te vrijwaren, sparen we op projecten, op studies allerhande. In welzijn wordt bewust minder bespaard, maar
wordt een aantal geplande verhogingen vertraagd of worden de persoonlijke bijdragen in de stijgende kosten verhoogd. Allereerst wordt de sinds 2003 ongewijzigde bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering verhoogd naar €25. De gewone bijdrage stijgt naar €50. Maar, dames en heren, deze bijkomende middelen zullen onder meer ingezet worden voor het prioritair wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. We vragen derhalve solidariteit van iedereen voor de meest zorgbehoevenden. En dit doen we door geleidelijk aan uitvoering te geven aan het decreet persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. De kinderbijslag wordt tijdelijk niet geïndexeerd. In 2015 levert dit een effect op van ongeveer €63 miljoen. Het uitgespaarde bedrag van de niet-indexering zullen we opnieuw in het stelsel toevoegen, zodra we dat hervormd hebben naar een forfaitair systeem. Het gaat hier dus om een tijdelijke besparing. Vervolgens wordt het groeipad in de gezinszorg geleidelijker ingevoerd. Het effect hiervan bedraagt in 2015 ongeveer €12,9 miljoen. En tenslotte wordt de ouderbijdrage voor kinderopvang meer gediversifieerd. We verhogen het minimumtarief voor de kinderopvang, maar behouden hierbij het minimum van vandaag voor diegenen die recht hebben op het individueel verminderd tarief en voorzien in een sociale correctie voor wie in een activeringstraject zit of een laag inkomen uit arbeid heeft. Daarnaast behouden we de kindkorting op de ouderbijdrage in de kinderopvang voor kinderen ten laste tot de leeftijd van 12 jaar. Collega's, deze regering wil werk maken van werk. En daarom worden ook de besparingen in dit beleidsdomein beperkt. De VDAB blijft over voldoende mensen en middelen beschikken om zijn taken uit te voeren. Wel wordt in hoofdzaak een aantal nieuwe initiatieven met vertraging opgestart, waardoor in meerjarenperspectief €125 miljoen tijdelijk niet wordt uitgegeven. We herzien de bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor de zuivering van het afvalwater door ze meer af te stemmen op het gemiddelde van Europa. Daarbij hanteren we het principe de vervuiler betaalt en volgend jaar levert dit een effect op van €48 miljoen. In het domein energie zullen alle kosten van in het verleden opgelegde openbare dienstverplichtingen nu op dezelfde wijze verrekend worden in de tarieven die de distributienetbeheerders hanteren, zodat de kostprijs ervan ook transparant wordt voor de diverse klanten. Het effect in 2015 is hier ongeveer €43 miljoen, met daarbovenop nog eens €4,5 miljoen financiering voor de vreg. We zullen de energietarieven vanaf 1 januari 2015 kostenreflectief maken, zodat er geen bijkomende tekorten worden opgebouwd, die uiteindelijk toch moeten betaald worden door de gezinnen, door de ondernemingen. De tekorten die in het recente verleden werden opgebouwd door de federale bevriezing van de tarieven, zullen we zo snel mogelijk wegwerken om de interestlasten te beperken. Het zal er vanaf nu eerder op aankomen om bijkomende kosten in de tarieven te vermijden in plaats van ze te bevriezen. Deze Vlaamse regering zet volop in op een duurzame groei van de Vlaamse economie. Meer gezonde bedrijven, meer starters, meer durvers, meer innoverende initiatieven, meer mensen aan het werk. Dat is de kern van het economisch beleid van deze regering. De samenvoeging van het beleidsdomein werk, het beleidsdomein economie, het beleidsdomein innovatie in één portefeuille biedt de kans om overlappingen en knelpunten aan te pakken. Onze nieuwe bevoegdheid doelgroepenbeleid geeft de kans om een grondige efficiëntieoefening te maken. We zetten samen met de sociale partners nu volop in op jongeren, op 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. De Vlaamse regering zal met de sociale partners nog dit jaar een banenpact sluiten over doelgroepen, over opleiding en vorming. Nu meer en meer anderstaligen zich ervan bewust worden hoe belangrijk de kennis van het Nederlands is als factor van opwaartse mobiliteit, blijven we ook investeren in onze Brusselse onderwijs- en opleidingscapaciteit. We willen samen, collega's, samen
onderwijsbeleid maken. In overleg met alle partners vanuit een basishouding van vertrouwen. Vertrouwen in de professionaliteit van leraren die vol passie met hun leerlingen een traject gaan. Vertrouwen in directies en schoolbesturen die met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid hun pedagogisch project vormgeven. Vertrouwen in ouders die samen met ons het beste voor hun kind willen. Ook in het hoger onderwijs hebben we vertrouwen. We waarderen de voorstellen van universiteiten, hogescholen en studenten als het aankomt op planlastvermindering en meer autonomie om kwaliteitsvolle opleidingen te garanderen. We vragen hen ook om hun eigen processen, het opleidingsaanbod en de ongewenste effecten van de doorgedreven flexibilisering kritisch te bekijken en te rationaliseren waar mogelijk. In dialoog komen tot slimme maatregelen waarvan een aanpassing van het studiegeld slechts één element is. Cruciaal in de zorgsector, collega's, is dat we voor de sectoren die overkomen door de zesde staatshervorming zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Dat geldt met name onder andere voor de residentiële ouderenzorg, waar we ook een groeipad aanhouden, de revalidatiesector en het beschut wonen. Tegen 2025 komen er 42.000 sociale huurwoningen en 6.000 bescheiden woningen bij. Deze regering kiest er ook voor om het sociaal patrimonium energiezuiniger en dus voor de bewoner goedkoper te maken. We hervormen de huurwetgeving om meer eigenaars ertoe te brengen huizen aan betaalbare en sociale tarieven op de markt te brengen. Het tijdelijk maken van nieuwe sociale huurcontracten en de doorstroming van betere verdieners naar de private huurmarkt is een rechtvaardige maatregel die ervoor zorgt dat mensen op een wachtlijst sneller een woning kunnen betrekken. Bovendien willen we zo de leefbaarheid verhogen. Voor de bestaande contracten, collega's, verandert er niets. Budgettaire beperkingen houdt in dat we duidelijke keuzes moeten maken. Zo ook wanneer het gaat over mobiliteit en openbare werken. Bijkomende investeringen en projecten beoordelen we in eerste instantie op hun hefboom-effect. Een hefboom-effect voor mens en economie. Extra aandacht gaat naar knooppunten waar we de verschillende vervoerssystemen op elkaar laten aansluiten, naar fietsbeleid, naar extra mogelijkheden voor de binnenvaart en naar slimme mobiliteit. Fiets en openbaar vervoer genieten onze prioritaire aandacht als alternatief voor de auto. In het beleidsdomein omgeving hanteren we een overlegmodel dat minder betuttelt en meer verantwoordelijkheid en vertrouwen schenkt aan de lokale besturen, aan het bedrijfsleven, aan het verenigingsleven. Water krijgt bijzondere aandacht. Enerzijds sociaal-economisch, omdat we nu als gewest bevoegd zijn voor de tarifering en de regulering. Anderzijds ecologisch, omdat de kwantiteit en de kwaliteit van water letterlijk levensbelangrijk zijn voor zowel gezinnen, verenigingen, overheden als ondernemingen. In het cultuur- en jeugdbeleid zetten we in op mensen eerder dan op structuren, door de verenigingen en maatschappelijk kwetsbare groepen maximaal te ontzien en minimaal te besparen op projecten en vernieuwende initiatieven. Volgend jaar zal Vlaanderen in een eerste fase 7 miljoen euro investeren in bovenlokale en intergemeentelijke sportinfrastructuur. Dames en heren, uw regering gaat voor een solidaire, gaat voor een warme samenleving met een diepe waardering voor de vele vrijwilligers in het maatschappelijke en het socioculturele en het jeugdwerk. Al deze mensen vragen wij te beseffen dat wij met onze maatregelen ruimte scheppen voor investeringen in welzijn, voor investeringen in de zorg, in schoolgebouwen die ook voor het verenigingsleven openstaan en voor nog veel meer voorzieningen. Investeren in onderzoek en ontwikkeling versterkt onze universiteiten, versterkt onze economie. Een innovatieve, sterke, competitieve economie creëert juist de basis voor meer mensen aan het werk, voor meer welvaart derhalve. Een bloeiende economie is de basis voor de bloei van kunst en cultuur. Collega's, we zijn er ons van bewust dat we vaak scherpe keuzes moeten maken.
We zijn er ons van bewust dat we van iedereen inspanningen vragen. We zijn er ons van bewust dat deze regering een weg kiest die niet gemakkelijk is. Tegelijk zijn we ervan overtuigd dat de keuze om geen nieuwe schulden te maken en wel te investeren de enige juiste keuze is. Het is een keuze voor de toekomst, collega's. Het is de enige keuze die hoop biedt, die perspectief biedt. Wij zeggen dat we durven te kiezen voor morgen. Collega's, deze Vlaamse regering Collega's, deze Vlaamse regering wil een partner zijn. Een partner van het levende Vlaanderen. Deze Vlaamse regering wil van de Vlaamse overheid een andere overheid maken. Een overheid die vertrouwen schenkt. Een overheid die vertrouwen krijgt. Maar om hierin te slagen, collega's, vraagt deze regering in vertrouwen uw goedkeuring voor deze septemberverklaring. Dank u wel, minister-president. Ik heb begrepen dat uw toespraak inmiddels ook in uw mailbox zit, zoals dat hoort. Ik wil het bijzonder welkom heten de heer Patrick de Waal, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ik geef alleen maar applaus op de open VLD-bank, dat vind ik wel een beetje merkwaardig, maar goed. Dames en heren, ik heb nog een belangrijke mededeling te doen. Ik verklaar namelijk het Vlaams parlement als geconstitueerd. Hiervan zal worden kennisgegeven aan de Vlaamse regering, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Parlement de la Communauté Française, het Parlement Wallon, het Parlement de Duitsprachige Gemeinschaft, het Brusselse Hofstedelijk Parlement, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Assemblée de la Commission Communautaire Française. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen op woensdag om 10 uur stipt en om 14 uur stipt opnieuw bijeen om onze agenda verder af te handelen. De vergadering is gesloten. En heel belangrijk nu, aan de voorkant van het parlementsgebouw wordt nu een foto gemaakt van het... Aan de voorkant is die kant, meneer Combe, als u dat niet meer weet. En van het hele parlement en achteraf van de respectievelijke fracties.